Hey mensen van Officials kanaal, welkom bij een nieuwe video van mij. Ik ben Theo Wouterhout en vandaag doen wij weer Minecraft. Minecraft Hunger Games. Het zit een hele lange tijd en ja, ik ben er natuurlijk weer eindelijk met die hele red FPS'jes erbij. En oh my god, Bart. Bart zit natuurlijk bij weer is de Everyone Take the Diamond Helm. En what the fuck, ik word gestalkt. Ik word gestalkt. Help. Please, ik word gestalkt. Ik zeg wel hi. Hoe was de sub? Hoe was de sub? Moet je om YouTube rank naar 30.000 of 30.000. Oké, nee. Ik zit dus met iemand in de party. Dat is Joel. Joel, een persoon uit Heerlen. En jullie zagen het ook iemand in de chat genaamd Bart. Bart Nazi regeert. Hij heet Bart achterna. Nee hoor. Bart, dat zal ik nooit doen. Maar oké, hij kent mijn route. Hoop ik tenminste. Nou, als je het nog weet, tenminste, een hele lange tijd geleden. Maar ja, Hunger Games. Ik heb met 2 Pixelmon gerecord. En dat was echt heerlijk. Maar het nadeel van Hypixel vind ik dat toch wel een beetje de laatste tijd dat Fips echt OP zijn geworden. En dat hoop ik dat ik dan in deze video het ook een beetje kan laten zien. En jullie gaan dan vast denken van... Ja, ze zijn niet OP, je bent gewoon fucking noob. Nou, als hun mij van 4 blokjes afstand kan slaan en ik niet, dan vind ik dat nogal raar. Dus ik zit misschien over na te denken om naar een andere server over te stappen. Maar je moet ook zo zien, deze server is wel handig met party systeem. Dus kun je alsnog met kijkers Hunger Games doen. Want ik ben laatst ook weer een kijker tegengekomen op Hypixel. Daar ben ik best wel blij om. Sorry dat ik microfoon wat iets meer naar binnen deed. Het spijt me heel erg, ik zou het nooit meer doen. Nou... Dat kan ik ook nog weer niet beloven, maar jullie begrijpen ongeveer wat ik bedoel. En holy shit, wat heb ik hier voor loot? En ik zag dat een... Oké, er is iemand. Please, laat het Joel zijn. If it is not Joel, I'm gonna die. Zal ik hem gewoon vermoorden? Nee. Dan krijg ik weer een enorme break over me heen. Want hij heeft niet vrienden. Hij haat je. Oh nee, dat kill me. No! Nee, alsjeblieft. Blijf weg. Blijf weg. Ik laat Bart op je afgaan hoor. Nee. Heb je voet? Nee. Totaal niet. Ik heb ook echt geen Meatmaster klas 4. Ik heb echt geen steekpijn of zo hoor. Nee, echt niet. Wacht. Wat heb je voor me? Pew! Laat zien. Oh, dank je. Wat heb je? Een leather helmet. Geweldig. En ook als jullie je afvragen van waarom ik heel vaak op Hypixel, want de meeste mensen spelen denk ik wel op Hypixel Blitz. Kies gewoon Meatmaster. Laat het gewoon lekker upgraden naar niveau 5. Want dan krijg je gewoon genoeg voedsel. Je krijgt schietschijven zoals ik mijn minions meestal, of die varkens meestal noem. En je krijgt dan ook een chestplate. Dus dat is lekker als je echt even chestpack hebt. Ik moet gewoon chestpack. Ik heb een betere helm plus chestplate. Oké, dat is nice. Gimme. Ja, die heb ik al geloot. Oh, wacht toch niet. Give me. Oeh. Oh, gold. Hoppakee, gold. Kan ook altijd. Gold is altijd lekker om te hebben. Toch? Vinden jullie van niet? Of vinden jullie van wel? Ik weet niet of er echt veel actie in komt, maar ik heb in ieder geval iemand die teammate is. Maar zoals ook Joel, die heb ik dan niet gevraagd. Alleen die was toevallig op Hypixel en dacht van, hey, zullen we samen? Toen dacht ik van, weet je wat, why not? Ik word toch een Games recorder en ik heb toch een team nodig. Ja, ik ben een teamplayer omdat ik dan wel kans maak tegen de Fips. Want die hebben natuurlijk ook hun minion kit en met zombies en skeletons. En als ik de minion kit gebruik, nee, dan zijn ze totaal niet OP. Maar als ze hun gebruiken, ja, dan zijn ze nog OP, hè. En Jasper die had er eens een keer op Hypixel, op het forum, zo'n post opgeplakt. Dat hij vond dat VIP gewoon te OP was. En je ziet het nu al. Pas de bommen, volgens mij zijn dat gewoon goede PvP is. Dat kan ook natuurlijk. Maar als ze wel ver afstand kunnen slaan. Denk ik bij mezelf van, waar gaan we het over? Maar op MCSG of The Hive hebben we een probleem. Want, daar heb je last van veel teamers. En ook al ben ik zelf een teamer, ik zeg niet dat ik er last van heb. Hey, het niet mijn naam noemen. Ik heb sexy pants. Oh, you fucking kidding me. Jawel. /chat.p. Haha. Ik zeg gewoon ha, maar ik bedoel de haha. Oké, de blitzer komt ook over 1 minuut, dus we moeten over 1 minuut moeten we zo snel mogelijk hier weg zijn. Want dan worden we hier natuurlijk geassessend. Oh my god.
Oh mijn Jezus. Kom, kom hier. Kijk. En dan gaan we hier zo opstaan. Hier zo, hier zo. En dan ben je er weer uit. Is die... Weet je, dit hebben jullie niet gezien. Woep. Dit hebben jullie niet gezien. Ja, ik ben er al. Ik ben er al. Rustig maar, uw redder in nood is er. Als was er een blitz. Kut. Oh my god. Oh, oh. Joël, alsjeblieft. Wees op tijd, wees op tijd. Gaan we hem gewoon aanvallen? Ja, pak, pak, pak. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Oh, nee. Ik ben geen dartpijl. We zijn geen dartboard. Get him. Pak hem, links, rechts. Oké, ik pak hem. Hoeveel levens heeft hij? Hij heeft 18 leven. Bas de bom. Bas de bom. Bas de bom. Ja, je bent echt de bom, hè. Je bent echt de bom. Oh, zie je. Kijk, dat bedoel ik. Ik ben dood. Ik ben gewoon dood. Vertrouw nooit in Joël. Vertrouw nooit in Joël. Oké, zo. Woep. Een landverrader. Eerder een Joël verrader. Sorry. Nou, zullen we die gast eventjes... Oké, nu gaat hij mad worden. Nu gaat hij mad worden. Nee, gewoon even zeggen van dat we van hem houden en dan is het zo wel weer goed. Kijk, ik zeg gewoon we, want we houden gewoon van Nederlands. Maar hij was een landverrader. Hoe zou dit... nou, dit. Nou, homo. Mensen, zullen we nog een potje doen? Doen we gewoon de volgende aflevering eventjes. Maar dus, we zijn verraden door ons eigen land. Helaas, een holy shit, dikke blikseminslag. Holy crap, mensen, die was eindig, even een duimpje, abonneren. En zie ik jullie de volgende keer weer. Later, mensen, ciao.